Dag allemaal. Wat fijn dat je weer kijkt naar het klavertje. Want we gaan weer met de letter aan de gang. En vandaag is het de letter M. Van lekker. En weet je dat er heel veel namen zijn met de letter M? Denk maar eens na. Ga maar eens meezoeken. Marie begint met een M. En Mathis. En Margot. Er zijn en Mees en Manuel. Er zijn heel veel namen die met een M beginnen. En mama natuurlijk. Denk nog maar eens na. Misschien weet je nog wel meer namen met een M. Ik zal even de M pakken. Kijk. Ik had hem al opgehangen. Hij heeft eigenlijk 3 poten. Dit is een kleintje. De M. En hebben we... In het boek hebben we ook heel veel dingen met een M. Ga maar eens kijken. Ellen die gaat ze even filmen. Je ziet hier heel groot de molen. Begint met een M. En natuurlijk de meeuw. En misschien zie je het monster. Er zijn ook monsters. Een heel groot monster met babymonsters erbij. Dat is grappig. En een munt, een meisje. Kijk, je ziet hier 2 meisjes. Begin met een M. En de maan. Zie je de maan ook? Die begint ook met een M. Ik zie hem niet zo snel, maar misschien moet je wel goed zoeken. Ik zal mijn vingers aan de kant doen. Ga maar eens goed zoeken. Heb je hem helemaal gefilmd, Ellen? Ja. Alle dingen met een M. Dan gaan we nu hier op het klavertje zoeken. Ik ga eerst de M weer ophangen. Hé, wat is dit hier? Dat is de muziekhoek. Allemaal muziekinstrumenten. Zou er ook een muziekinstrument zijn met een M? Ik kan er niet eentje bedenken. Kunnen jullie eentje bedenken? Een muziekinstrument met een M. Een mondharmonica. Maar die hebben we niet. Misschien hebben jullie die thuis wel. Dan leg je hem in het letterhoek. We gaan nog verder zoeken. Even kijken hoor. Je kunt ook neurien op een M. Een melkpak begint ook met een kijk eens. De mandarijn begint ook met een Die doen we in een mandje. De boodschappen doen we in een mandje. Ik begin met een De boodschappen doen we in het mandje. Wat is er nog meer met een Kijk je mee? Misschien heb je het al lang gezien, maar dan kan ik het niet horen wanneer jij het thuis zegt, hè? Dat is jammer. Hé, hey, had je hem al gezien? Mais. Mais. En wat nog meer? Waar ga je mee snijden? Met een mes. Goed gedaan. Ik hoorde dat iemand het zei. Een mes. Zie jij nog iets? Ja, is er niks? Een dier met een M. De meeuw hadden we al gezien. Een mus. En de muis. Ik weet nog één hele vervelende. Wat dan? De mug. Ja, een mug. Dat is een hele goede. Daar heb je goed aan gedacht, Ellen. Een motor. Hebben we ook een motor? Ja, in een auto zit een motor natuurlijk, hè. Maar dit is geen motor. Wat zullen we daarmee doen? Wel of niet? Want dan denken we dat het een auto is. Maar die begint niet met een M. Nee, gaan we maar niet doen. Een mooie tekening is ook met een M.
Hey, kijk eens, wat heb je op als het koud is buiten? Haha, een muts. Die leggen we er ook bij. Zullen we het eerst eens hier allemaal neerleggen? De muts, mais en het mes, het melkpak, de mandarijn en het mandje. Weet je nog meer? Even kijken hoor. We missen jullie. Ja, dat is mooi. We missen jullie heel erg. Komen jullie snel weer naar dat klavertje? Of misschien kun je wel een tekening maken. Van iets met een m of met een andere letter. En dan breng je weer langs op het klavertje. Kijk, Luc heeft ook al allemaal letters, allemaal dingen getekend met een t. Toen we de t deden, weet je nog wel? De trap en touw en de T-Rex. Dat kun je wel goed zien. En Luc zijn kleine broertje heet Tim. Die heeft hij ook getekend. Dat is grappig. Maar ja, dat was de t. En nu doen we de m. Jullie moeten maar goed zoeken thuis. En dan gaan we later, als jullie weer terug zijn hier op het klavertje, dan gaan we erover praten wat jullie hebben gevonden. Goed plan? Tot ziens. Doeg. Doeg.